Ja, we moeten iets aan de Franse Revolutie doen. Wat toch nogal een vrij complex en omvangrijk verschijnsel is. Maar dat gaan we dan toch maar doen. En laten we zeggen, ik ga wel de grote lijnen trekken. Dus de details die zullen misschien her of ter verloren gaan in een groter verhaal. Laten we maar beginnen met wat volgens iedereen natuurlijk het begin is van de Franse Revolutie. Namelijk de bestorming van de Bastille op de 14e juli van het jaar 1789. Die Bastille was een soort middeleeuwse dwangburcht. Uiteindelijk bleken er maar 7 gevangenen in te zitten. Ze hebben de directeur van de Bastille op vrij kwalijke wijze gelyncht. En tenslotte is de Bastille volledig afgebroken. Er is nu een plein, zoals je weet. Place de la Bastille, neem ik aan dat het heet. Maar het is eigenlijk niet het begin van de revolutie. Het lijkt wel het begin van de revolutie. Het is wel het begin van, laten we zeggen, de gewelddadige kant van de revolutie. Dat wel. Maar de revolutie was eigenlijk eerder begonnen. Denk wel ruim 2 maanden eerder begonnen dan die 14e juli. Want wat had zich afgespeeld daarvoor, voor de storming van de Bastille? Eigenlijk was al enkele jaren, had Frankrijk grote organisatorische en met name financiële problemen. De Franse staat, niet waar, wist de eindjes niet aan elkaar te knopen. Had dure oorlogen gevoerd. Men wist eigenlijk niet hoe die problemen structureel konden worden opgelost. Dus tenslotte was besloten dat het misschien het beste was om de Staten-Generaal bijeen te roepen. Want dan zou je die Staten-Generaal bijvoorbeeld kunnen voorstellen om iets andere belastingen te heffen of het hele budgettaire proces van de overheid op een andere manier aan te pakken. De laatste keer dat de Staten-Generaal bijeen waren gekomen was aan het begin van de 17e eeuw, dus je kunt ook zeggen het werd tijd om dat een keertje te doen. Hoe zaten die Staten-Generaal in elkaar? Dat was eigenlijk een drieën gedeeld systeem. Je had een Staten-Generaal voor de adel, je had er een voor de geestelijkheid en je had er een voor de derde stand. En in 1788 is het parool uitgegaan, er komt een nieuwe vergadering van de Staten-Generaal. Je begrijpt, als dat een drie gedeeld systeem is en je zou gaan stemmen, dat in principe de derde stand altijd zou worden overstemd door de adel en de geestelijkheid. Die ook wat deftiger waren enzovoort, meer rechten en zo verder. Nou, die Staten-Generaal die kwam bijeen in mei, begin mei van het jaar 89. En eigenlijk al heel snel is in die vergadering van de Staten-Generaal is een coup gepleegd. Een coup gepleegd door de derde stand. Daarmee begint eigenlijk de Franse Revolutie. Want die derde stand heeft gezegd, wij zijn eigenlijk de vertegenwoordigers van de natie. Wij bepalen wat de soevereiniteit van de natie. Wij zijn in allerlei opzichten het volk van Frankrijk. En het volk van Frankrijk dient de ware soeverein te zijn. Je begrijpt natuurlijk dat die geestelijkheid en alle van zeggen, ja hallo, dat zijn we helemaal niet voor, dat gaan we niet doen. De koning vond het ook helemaal niks. Over dit speelde zich allemaal af in Versailles. Die eerste bijeenkomsten waren in Versailles. Net buiten Parijs. Ja, maar net buiten Parijs, waar dat enorme paleizencomplex is. Wat er nog steeds is en wat iedereen toeristisch kan gaan bekijken. Want dat is natuurlijk een van de, even tussen haakjes, een van de wonderlijke effecten van dit soort van koninklijke huizen. Dat ze, en de ongelooflijk onrechtvaardige maatschappelijke systemen waar zij overheersten, dat zij in staat waren om schitterende, gigantische paleizen te bouwen. Versailles in Frankrijk, Schönbrunn in Oostenrijk. Niet waar, die zaten, het Louvre natuurlijk, wat ook een koninklijk paleis was in Parijs. Dus eigenlijk moet je eerst een korte fase hebben van enorme oneerlijkheid. Dan kun je paleizen bouwen en dan komt het volk aan de macht. En dan ja, zit je al heel gauw natuurlijk met de doorzonwoning. Ja, dat is fijn voor de burgers om in een doorzonwoning, maar architectonisch valt er weinig te beleven. En de kans dat de toeristenstroom naar de doorzonwoning komt kijken is ook niet zo verschrikkelijk groot. Maar goed, dat was, dus daar begint het mee. Dat is in feite een coup. En dat doet zich eigenlijk al voor in juni.
Een deel van de geestelijkheid en het deel van de adel is overgelopen naar die rebelse derde stand. Al in een zaak daarvoor was de derde stand overigens qua aantallen vertegenwoordigers ook al uitgebreid. Dus eigenlijk zie je nu dat de spotlight valt op de derde stand. En dan krijg je op 20 juni, als ik het maar me goed herinner, de eed in de Kaatsbaan. Waarbij eigenlijk die vertegenwoordiging van de derde stand, die zweert in de eed dat zij zullen blijven vergaderen, bijeen blijven komen, tot er een nieuwe grondwet is. En die hebben ze ook gemaakt. Ten slotte is er een nieuwe grondwet gekomen in 1791. Maar tot die tijd zijn er allerlei andere dingen gebeurd natuurlijk. Nou, nu hebben we wel, nu hebben we als het ware het voorspel heeft er plaatsgevonden. Want ook in augustus van dat jaar, ze zitten nog steeds te vergaderen in Versailles, en dit is dus nadat de Bastille aangevallen is. In augustus van dat jaar beslissen ze nog een aantal enorm belangrijke zaken. Die is misschien voornamelijk een symbolisch karakter hadden, maar toch uiteindelijk van enorm gewicht zijn gebleken voor dat revolutionaire proces. Want ze besluiten, dat is in augustus ergens, dat tot een verklaring over de rechten van de mens en de burger. En dat, vooral ook die verklaring voor de rechten van de mens, dat was eigenlijk wel een vrij uniek fenomeen. Omdat het niet alleen ging om Franse mensen, maar in principe bedoeld was voor iedereen. Alle mensen hebben recht op. En tegelijkertijd werd ook nog in augustus werden alle privileges, alle feodale privileges, denk aan adel en geestelijkheid, die werden afgeschaft. Bij de kerkelijke privileges gaat in de herfst van dat jaar, wordt in feite alle kerkelijk bezit en alle kerkelijke belastingen worden ook opgedoekt. In feite wordt dus de geestelijke stand, die wordt beroofd van zijn maatschappelijke positie. Je zou het pre-revolutionaire Frankrijk ook kunnen zien als een uniek verdienmodel van de adel en de geestelijkheid. Want die zijn er bepaald niet arm van geworden. Wat ook werd verboden door door de nationale vergadering, want dat was het ondertussen geworden, zei het in een iets later stadium, was een van de grote misstanden van het Franse systeem, namelijk dat je ambten kon kopen. Het was ook vaak voor burgers mogelijk om een ambt te kopen, en door dat ambt kon je van adel worden. Dus in die zin was de adel ook een betrekkelijk elastisch systeem. Ook dat wordt in die grondwet van 91 wordt dat verboden. Ondertussen, dit speelt zich allemaal nog af in de zomer van 89 en in Versailles. En dan gebeurt er iets interessants, want in oktober trekken de vrouwen van Parijs, althans een groep vrouwen uit Parijs, die trekken naar Versailles om daar te protesteren tegen het feit dat ze niks te eten hebben. Een van de onderdelen, een van de elementen in die Franse revolutie was dat misoogsten en dat het brood ongelooflijk duur was geworden. En dat mensen vaak als ze geen geld hadden, niks te eten hadden. En dan de koninklijke familie, die natuurlijk ook in Versailles huisde, die was zo geschrokken van die protesterende vrouwen, dat die vraagt eigenlijk bescherming aan van de nationale vergadering en die besluit terug te keren naar Parijs. Maar door naar Parijs te gaan en eigenlijk deeltelijk te opereren onder toezicht van de nationale vergadering, niet waar, werden ze ook in zekere zin de speelbal van Parijs. En Parijs speelt in die hele revolutie een heel belangrijke rol, in het bijzonder de zogenaamde sans-culottes. Dat we zeggen de onderkant van de Parijse samenleving. Waarom sans-culottes? Sans-culottes betekent dat je niet zo'n kuitbroek aan hebt, culotte. Maar gewoon zulke broeken als wij aan hebben. Die tenslotte, nou ja, misschien kun je daarin het grootste succes van de Franse revolutie zien. Dat de culotte, dat die verdwenen zijn van het toneel. Dat als je op je verjaardag ineens je bezoekers allemaal van die kuitbroeken aan hebben. Of van die
Die tot die kniebroek, ik weet niet hoe je dat eigenlijk noemt. Ja, korte broek toch? Gewoon? Nee, het is geen korte broek. Het is een korte broek met een beetje opgeblazen pijpjes aan de bovenkant en zo. Nou ja, zoals de adel eruit zag. Hè? Helemaal totaal verdwenen. Hebben ze om nog een maillot dan? Ja, ik moet er misschien niet te veel over zeggen. Voordat je het weet komt het weer in de mode. En moet je ook zo raar uitgedost worden. Omdat eigenlijk dat Parijse, hoe zal ik dat eens zeggen? De onderkant van de Parijse samenleving. Ja, ik wou ook niet zeggen het Parijse grauw maar die had een sterke neiging tot radicalisering in feite. En ook als je naar de oorsprong van de terreur kijkt, waar we nog over te spreken komen, dan zul je zien dat ook die Parijse sans-culotte daar een belangrijke rol in spelen. Eigenlijk speelt de Parijse bevolking, de arme Parijse bevolking, die speelt sowieso een heel belangrijke rol in de hele Franse geschiedenis vanaf dat moment in de Franse revolutie, in deze eerste grote revolutie, maar ook in de revolutie van 1830, ook in de revolutie van 1848 en tot op zekere hoogte in de revolutie van 1870-71. Maar dan is het eigenlijk afgelopen. Want het probleem was natuurlijk dat in deze revolutie, deze eerste revolutie, dat een groot deel van Frankrijk moest eigenlijk niet veel hebben van die revolutie. Maar Parijs was altijd het dominante centrum. Dus wat de Parijse bevolking dacht, had een enorme impact op het revolutionaire proces. Maar je voelt al in de 19e eeuw zijn geleidelijk aan de spoorwegen aangelegd. En gaat eigenlijk, was het veel moeilijker voor de Parijse bevolking om die dominante greep op het revolutionaire proces te houden. Denk tenslotte aan de Gaulle, met die opstand van 68, hoe is daar een eind aan gemaakt? Die Gaullisten hebben gewoon alle bussen van Frankrijk gehuurd. Daar hebben ze alle Franse burgers, niet waar, van het Franse platteland ingeladen en de kleine steden. En die hebben ze naar Parijs gehaald en meteen was het afgelopen met de revolutionaire impuls. Dus in die zin is de rol van Parijs des te nadrukkelijker, zolang je niet onmiddellijk rekening hoefde te houden met de rest van de Franse bevolking. Die uiteindelijk wel degelijk ook zich verzet heeft tegen de revolutionaire plannen. Want de revolutie of de revolutionairen hebben een meedogenloze oorlog gevoerd in de Vendée. Dat is Zuid-Normandië, Zuidwest-Frankrijk, zeg maar. Waarbij tenslotte, bij mijn weten, honderdduizenden doden zijn gevallen. Nu hebben we dus een revolutie. De zaak heeft zich verplaatst, want ook de volksvertegenwoordiging verhuisde ook naar Parijs. De zaak heeft zich naar Parijs verplaatst. En nu was de zaak dat er een nieuwe grondwet kwam. En de problemen eigenlijk die zich voordeden voor die revolutie was de positie van de kerk. Daar hebben we het al even over gehad. Die wordt eigenlijk beroofd van zijn hele machtspositie. Daarna zijn eigenlijk alle kerkelijke ambten werden betaald door de overheid. Dus de kerk werd afhankelijk, was niet meer een aparte, goed verdienende institutie, maar was een apparaat van de overheid geworden en was afhankelijk van de overheid. Wat was de reden daarvan? Nou, de kerk was niet populair, laten we het zo zeggen. Dat de kerk een verdienmachine was voor een piepkleine elite, dat was iedereen wel duidelijk natuurlijk. Kerkelijke pastoors, priesters enzovoort die vermoord zijn in de loop van het revolutionaire proces, dat is aanzienlijk. Dat is iets wat je heel vaak ziet bij revolutionaire processen, dat de kerk, dat die ook beschouwd wordt natuurlijk als een mede-onderdrukker. Wat de kerk natuurlijk ook was, laten we eerlijk zijn. Het was natuurlijk een apparaat wat er verder met de liefdesboodschap van de Heer Jezus geen kloot te doen van doen had. Het ging natuurlijk om, wat ik al zei, het was een verdienmachine, om het maar even zo te zeggen. De grondwet, daar hebben we het al even over gehad, die was in de markt, die is in 1991 geproduceerd. Maar een van de problemen was de koning. Wat te doen met de koning? In die nieuwe grondwet had hij nog wel een positie, maar was die afhankelijk gemaakt van in feite het democratische proces, om het maar even voorzichtigheidshalve zo te noemen. Want als je natuurlijk zegt, de natie is soeverein, wat heb je dan gezegd? De koning is het niet meer. De koning is een dienaar van de soevereine natie. Net als Willem-Alexander een dienaar is van de soevereine
natie Nederland. Als we genoeg hebben van Willem-Alexander, kunnen we hem zo wegstemmen. Kijk maar in de grondwet. We kunnen hem gewoon door de grondwet ook wel enigszins te veranderen, kunnen hem laten verdwijnen. Dus eigenlijk, en dan krijgen we in de Franse Revolutie, krijgen we geleidelijk aan een radicaliseringsproces. En dat radicaliseringsproces werd ook gestimuleerd door de vraag, wat moeten wij precies met die koning? Want die koning was nu afhankelijk geworden van in feite het revolutionaire apparaat, om het zo maar te zeggen. Maar die koning zag erbij natuurlijk ook al lang, hoe moet dat verder? Bovendien waren ze natuurlijk in het buitenland. Veel adel was naar het buitenland gevlucht. Allerlei hoflui waren naar het buitenland gevlucht. Wat waren de kansen van de koning? Lodewijk de 14e, en dan krijg je nog Lodewijk de 15e. Dat was overigens de opa van Lodewijk de 16e. En Lodewijk de 16e is de man waar we het over hebben. Je moet maar eens even naar plaatjes kijken, een beetje een dom, dik hoofd. Hij was natuurlijk helemaal niet zo slecht als iedereen beweerde dat hij was. Idem dito zijn vrouw, Marie Antoinette. En die had natuurlijk ook, daar ging ook allerlei verschrikkelijke verhalen over die niet erg terecht waren. Maar de vraag bleef wat te doen met die koning. En wat doet de koning en de hele koninklijke familie, die probeert te vluchten in 91. Maar de vlucht mislukt, ze worden aangehouden en ze worden weer teruggebracht naar Parijs. Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat ze gevlucht waren, het waren na samenspraak van buitenlandse verwanten, staatshoofden, koningen en koninginnen, en dat betekende eigenlijk toch, vonden de revolutionairen een vorm van landverraad. Dus na die vlucht in 91, zei ze in 92, hebben ze eerst de koning afgezet, ze hebben een eind gemaakt aan het koningschap en vervolgens zijn ze een proces gestart tegen de koning. De koning eigenlijk als landverrader. En hij wordt veroordeeld. En hij wordt ter dood veroordeeld. En in 93 hebben ze hem onthoofd. Zo'n plaatje waar die man van de guillotine, niet waar, die houdt zijn hoofd omhoog. De guillotine is het apparaat eigenlijk van het gewelddadige aspect van de Franse Revolutie. En de guillotine werd voor het eerst gebruikt in 92. Het hele idee van de guillotine was een humane doodstraf. Dat je er niks van zou merken. Baf, die bijl valt, je kop is eraf, het is klaar, je bent dood. Je begrijpt dat er allerlei mensen zich hebben afgevraagd, ben jij eigenlijk wel dood? Leeft het hoofd niet nog een paar seconden? Allerlei lui die hadden afgesproken nog een knipoogje te geven. Maar dat blijft eigenlijk vrij duister. Of dat, hoe lang dat hoofd dan. Om meer dan een paar seconden zal het niet gaan. Het kan ook zijn dat het trauma zo groot is dat je eigenlijk meteen al buiten Westen bent, om het maar even zo te zeggen, wat ik eigenlijk vermoed, maar natuurlijk niet zeker weet. Maar het is een vraag die klotst door de eeuwen. Hoe is het als je onthoofd wordt? Hoe lang leeft je hoofd nog, zal ik maar even zeggen. Maar de guillotine is dus in Frankrijk ontdekt eigenlijk. Ja, de guillotine is een ontwerp van een dokter Guillotin. Ja, het is niet anders, maar zo zit het in elkaar. Er was ook lange tijd gerucht dat de guillotin zelf ook onthoofd was, maar dat is niet zo. Er schijnt wel een guillotin onthoofd te zijn, maar dat was niet de uitvinder van de guillotine. Maar de guillotine had dus eigenlijk de bedoeling een humane doodstraf uit te voeren. Dat ding is massaal gebruikt, die guillotine. Men denkt dat er in Parijs toch zo'n 14.000 mensen onthoofd zijn in de gewelddadige fase van de revolutie, waar we het zo over zullen hebben. En ja, het onderdrukken, wat ik al zei, grote delen van Frankrijk moesten niet van hebben van die revolutie. En het onderdrukken van die anti-revolutionaire sentimenten heeft toch waarschijnlijk honderdduizenden doden gekost. Dus de revolutie is ook een vrij omvangrijk, gewelddadig spektakel geweest. We hebben nu dus de koning onthoofd, 93. Maar eigenlijk vanaf 92 tot 94, dat is de meest radicale fase van de revolutie. Dat radicaliseert. Onder andere die sans-culottes hadden gezegd, ja, we zijn bang dat aan de revolutie een eind zal komen en dat zou onterecht zijn, want er is nog veel werk te doen. En dan zie je eigenlijk hoe geleidelijk aan die inzichten, die ideeën en plannen van de revolutie radicaler worden. Ze beginnen bijvoorbeeld met een heel nieuw systeem van tijdrekening. Met het jaar 1 en het jaar 2 en het jaar 3. En die maanden kregen allemaal andere namen. En ja,
Je had geen weken meer, maar periodes van 10 dagen. Kortom, er werd ook een soort van abstracte religie in het leven geroepen als alternatief voor de Rooms-Katholieke Kerk, die per slot van rekening gerund werd door een man in Rome en waar ze in die zin ook niet alles over te vertellen hadden. En dat is wat heet de terreur, de terreurfase van de revolutie. Dat is zeg maar, dat begint in 92 en dat duurt tot 94. Dan hebben ze al duizenden mensen, hebben ze de kop afgehakt. Ja, het was tenslotte ook loopt het eigenlijk totaal uit de hand, zoals dat zo vaak gaat. Nou ja, zo vaak, daar moeten we zo ook iets over zeggen. En zodanig loopt het uit de hand dat tenslotte, laten we zeggen, de revolutionairen, daar ontstaat een breuk in het revolutionaire gezelschap. Want de gematigden zeggen, jongens, dit is totaal uit de hand gelopen. We moeten hiermee stoppen. Het is zaak dat we de rem erop zetten. Want we kunnen niet eindeloos mensen blijven guillotineren. Dat is gekke werk. En die gematigde fractie werd geleid door Danton. Waar ik laatst toevallige wijze over sprak. En de radicale fractie werd geleid door Robespierre. Oorspronkelijk vrienden van elkaar en hele goede kennissen die bij elkaar op bezoek kwamen. Maar ja, tenslotte besluit Robespierre, of althans de radicalen, die vooral in het zogenaamde Comité de Salut Public zitten. Dat was een soort organisatie die, zeg maar rustig, een soort van dictatuur uitoefende vanwege de revolutionaire zaak. Dan besluit Robespierre en de mensen achter hem dat eigenlijk die gematigden, dat die ook een bedreiging zijn voor de revolutie. Dus je begrijpt, dit loopt uit de hand. En tenslotte zijn de gematigden, die heten de Girondijnen. En de radicalen heten de Jacobijnen. En dus je hebt Jacobinisme en Girondisme, zou je kunnen zeggen. In veel revoluties na de hand zie je vergelijkbare processen lopen. Het gevolg is dat tenslotte in 94, begin 94, worden die leidende Girondijnen worden ook van hun hoofd ontdaan. Ja, het is een beetje een wonderlijke zaak. Er zijn ook wel spotprenten waar je Robespierre ziet, die tenslotte in zijn eentje is overgebleven en die dan de beul guillotineert. De beul die wordt ook zijn kop van afgehaakt. Ja, het was een wonderlijk en halfgaar spektakel. En tenslotte zijn allerlei mensen die in feite helemaal niks hadden gedaan. Maar ja, je kon je buurman verraden, zoals dat in dit soort van situaties altijd gebeurt. En die zijn dan ook van hun hoofd ontdaan. Het was totaal uit de hand gelopen. 94. Dus er zat ook geen rechtbank voor. Want als Danton in een kar naar het schavot wordt gereden, ik geloof ook dat hij door de straat komt waar Robespierre woonde, dan roept hij ook van: binnenkort ben jij aan de beurt, in het Frans ongetwijfeld. En zo is het ook gegaan. Want in juli 94 worden de radicale Jacobijnen opgepakt en die worden ook onthoofd. En wie bepaalde dat of je naar de guillotine moest? Nou, tenslotte, dat Salut Public, het Comité de Salut Public, bepaalde dat eerst in de radicale fase. Maar tenslotte heeft er een machtsgreep plaatsgevonden, dat heet de Thermidor. Ja, waarbij wordt gezegd, het is wel mooi geweest met die revolutie, we moeten hiermee stoppen met die onzin. En dan bij die Thermidor, dat leidt ertoe dat Robespierre en zijn broer, iedereen die er iets mee te maken had, die werden ook opgepakt. En die zijn allemaal onthoofd in de vroege zomer van 94. En dan komt het zogenaamde directoire. Dat is zeg maar een... Want dat is de paradox van deze revolutie, dat natuurlijk een revolutie was uit democratische naam, uit hoofden van een democratische natie, waarbij iedereen gelijk was, want dat had ook de nieuwe grondwet gespecificeerd. Iedereen is gelijk. Er is niemand die bijzonder is. Er is niemand die speciale rechten kan krijgen. De essentie is dat alle burgers gelijk zijn en alle burgers gelijke rechten hebben. He, wat in feite, nou ja, lees ons artikel 1 van onze grondwet of na, wat eigenlijk een vaststaand feit is geworden. Waarbij over ook deze revolutie, dus al in augustus 89 had gezegd, dat die rechten niet waren van die mensenrechten, dat die algemeen geldig waren. Niet alleen speciaal voor Frankrijk, maar net zo goed voor mensen die niet in Frankrijk wonen.
En dan is de paradox natuurlijk dat dat directoire in feite gewoon een rechtse dictatuur was. Daar kwam het de grote trek op neer. En er werd nog wel gestemd, maar het stemrecht werd enorm sterk beperkt. Ik geloof dat maar één keer een algemeen mannenkiesrecht daadwerkelijk geëffectueerd is. En daarna hebben ze het stemrecht fors ingeperkt. En zelfs bij die allereerste keer konden, ik geloof, bediendes niet stemmen. Vrouwen vanzelfsprekend ook niet stemmen. Vrouwenkiesrecht komt in Frankrijk echt verbazingwekkend laat. Namelijk pas in 1944. Dat is, zou je niet zeggen, maar zo is het in feite gegaan. Het eerste vrouwenkiesrecht is geloof ik, dat zijn Amerikaanse staten in de 19e eeuw, als ik het wel heb. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat moet ook de vrouwen zelf even nazoeken, naar mijn idee. Dus nu heeft zich al een paradoxale ontwikkeling voorgedaan, dat deze revolutie uit de hoofden van de vrijheid van alle Franse burgers eigenlijk nu al ontaard is in een rechtse dictatuur. En dat directoire, dat begint dus in 1794 en dat duurt tot 1799, want in 1799 wordt de macht overgenomen door Napoleon. En Napoleon, nou ja, daar hoeven we verder geen. Napoleon had natuurlijk een enorme reputatie opgebouwd. We hebben het ook over gehad, hè, in een aparte podcast. Precies. Napoleon was een briljante militaire commandant in allerlei opzichten. Sowieso een volstrekt briljante figuur. Maar je zou ook kunnen zeggen dat natuurlijk de Franse revolutie op dat moment, met dat directoire kun je al spreken van een mislukking. Maar nu krijgen we notabene een keizer die ook nog een dynastieke keizer wil zijn. Zijn zoon moet hem opvolgen in principe. Dus het is erger geworden. Ja, een keizer die zichzelf gekroond heeft. Dat is ook een vrij ijzersterk. Natuurlijk niet door een of andere autoriteit, priester of wat dan ook gekroond is. Ik geloof zelfs dat de paus aanwezig was onder dwang bij de kroning van Napoleon tot de keizer. En nou ja, je weet hoe dat afgelopen is. We hoeven aan Napoleon niet al te veel aandacht meer te besteden. Dat hebben we al eens een keer beschreven. Maar nu is de vraag natuurlijk, moet je toch niet besluiten dat die revolutie, die met zulke fantastische, algemene, uiteindelijk natuurlijk op de verlichting gebaseerde ideeën gestart was, namelijk de gelijkheid, de afschaffing van privileges, rechten die iedereen zou moeten hebben, democratische beginselen, is die revolutie eigenlijk niet compleet en pijnlijk mislukt. Want je weet dat tenslotte Napoleon de laatste veldslag al verliest bij Waterloo. En dan krijgen we natuurlijk in Frankrijk, krijgen we, dan komen de Bourbons, die komen weer terug. Broers van Lodewijk de 16e, die op tijd vertrokken waren, dus die niet onthoofd waren. Dus daar vindt in feite Frankrijk een royalistische restauratie plaats. En dat niet alleen na het congres van Wenen natuurlijk, vindt er eigenlijk in heel Europa een rechtse restauratie plaats onder leiding van Metternich. Dus ja, moeten we nu toch besluiten, de Franse revolutie, het is leuk geweest, maar het is volledig uit de hand gelopen. Punt 1, het is uiteindelijk ontaard in een orgie van moordzucht, nietwaar, met die halfgare guillotine als symbool van die moordzucht. En dan zwijgen we nog over de moordpartijen die elders in Frankrijk hebben plaatsgevonden in de revolutionaire jaren. En het gekke is dat je uiteindelijk moet besluiten dat die Franse revolutie een gigantisch succes geworden is. Anders kun je het niet noemen. Dat als je even naar onze eigen grondwet kijkt, dan moet je zeggen, dat al die dingen die deze Fransen al in 1789, in de zomer van 1789, op papier hebben gezet, zijn uiteindelijk de uitgangsprincipes van alle democratische landen ter wereld geworden. En misschien is het ook wel lollig om Nederland zelf even natuurlijk als voorbeeld te nemen. Wij zijn vanaf 1795 zijn wij door de Fransen bezet. De moderne Nederlandse overheid is een Franse creatie. Natuurlijk met hulp van de Nederlanders uit die tijd, de Schimmelpennings enzovoort, dat wel. Maar het is zonder Franse bezetting, wie weet hoe lang die rare republiek nog voortgekacheld zou zijn. Nee. En
wat je voor Nederland kan stellen, kan je stellen eigenlijk voor een groot deel van Europa. De grote veranderingen die Napoleon had geëffectueerd in Duitsland, die zijn gewoon gebleven wat ze waren. Daar hebben ze in feite niks aan gedaan. Als je nou over de 19e eeuw overblikkend, gaat het over de natie. De natie als soeverein. Het democratische aspect, niet waar, overal moest dat zo zijn. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar Napoleons keizerschap, dat berustte op een soort van plebiscitaire verkiezingen. Dus hij vroeg steeds toestemming eigenlijk aan het volk om een dictatoriaal opererende keizer te worden. Idem dito zijn neef Napoleon III, die niet waar na 1848 aan de macht komt, wiens legitimiteit uiteindelijk gebaseerd was op die van de grote keizer. Laat iedereen trouwens, als die in Parijs is, toch nog even gaan kijken naar die kist van Napoleon die tombe. Ja, precies in die rotonde. Dat is toch wel, ja, daar moet je een keer naar hebben gekeken. Dat vind ik wel. In die zin moet je zeggen, heeft Frankrijk natuurlijk op basis van de verlichtingsbeweging, die veel breder was dan Frankrijk alleen, maar de Franse revolutie is in allerlei opzichten het begin van de moderne politiek. Politiek zoals wij die kennen, ja, in die zin is met de Franse revolutie een nieuw tijdperk begonnen. Ik denk dat je dat niet kunt ontkennen. Zelfs die Bourbon-restauratie in Frankrijk, als je even onder de oppervlakte kijkt, zie je eigenlijk dat het hele Napoleontische Frankrijk, dat gewoon eronder zit, als het ware. En dat alleen de toplaag is dan weer, en allemaal pastoors in jurk en allemaal die dingen meer, en die deftige kroningen, alsof er sinds de middeleeuwen niks veranderd was, maar dat is eigenlijk allemaal flauwekul. In allerlei opzichten is het Napoleontische Europa, niet waar, is beslissend gebleken voor hoe Europa er in de 19e eeuw uitzag. Nou ja, en tenslotte komen er weer nieuwe revoluties, 1830, 1848. En nou ja, tenslotte verliest Parijs zijn greep op het revolutionaire proces. En je moet altijd enorm op uitkijken dat je niet de revolutie vereenzelvigt met, laten we zeggen, de stad waar ze uitbreken. Steden zijn altijd revolutionair georiënteerd. Dat wil helemaal niet zeggen dat de omliggende bewoners, natuurlijk ook, ja, kan een rol even toevoegen. Veel Amsterdammers denken natuurlijk dat hun culturele en politieke opvattingen maatgevend zijn voor de rest van het land. Maar dat is gewoon niet zo. Je doet er goed aan om het hele land in principe te overzien. En ja, dat geldt in hoge mate dus voor, is de revolutie ontspoord? Ja, er zijn jaren geweest dat die revolutie volstrekt ontspoord was, zonder meer. Nog interessanter is eigenlijk dat natuurlijk zich na de Franse revolutie alle mogelijke revoluties hebben voorgedaan. Neem bijvoorbeeld de Russische revolutie, ook ontspoord natuurlijk, hè, want dat revoluties toch een beetje de neiging hebben gehad om hun eigen kinderen op te vreten. Dat is natuurlijk in de Franse revolutie ook gebeurd, dat Robespierre, niet waar, ik wil niet zeggen zijn beste vriend Danton, want hij veel vrienden had hij eigenlijk niet, maar dat hij gewoon die heeft laten onthoofden, dat is natuurlijk ook, nou ja, lees die roman van Hilary Mantel, 700 bladzijden, het is best aangrijpend, dat eindigt ook een beetje met de onthoofding van Danton. Maar je ziet in alle revoluties dat ze altijd terugkijken op de Franse revolutie en zich afvragen, in welke fase zitten wij eigenlijk? Omdat het de eerste grote revolutie was. Precies. En is er bij ons al een Napoleon zichtbaar? Ja. Is Trotsky de nieuwe Napoleon in de Russische revolutie? Kunnen we niet beter meteen die Trotsky een kopje kleiner maken? Want voordat je het weet, raak je hem niet meer kwijt. Denk aan Napoleon. Dus een blauwdruk? Ja, het werd eigenlijk een soort paradigma, een soort revolutionair paradigma. Iedereen analyseerde andere revoluties altijd in de termen van de Franse revolutie. Maar dan bleek het toch vaak weer heel anders te verlopen dan de Franse revolutie verlopen is. Maar dat revoluties per definitie leiden tot een democratisering, ja, op de hele lange termijn en onder de juiste omstandigheden. Maar als je eigenlijk iets zou moeten zeggen over wat de ware
resultaten zijn, zeker op de middellange termijn van revolutie, is het eigenlijk de vergroting van het staatsgezag. Als Napoleon nou iets bewerkstelligd heeft, namelijk een veel efficiëntere en machtiger overheid dan er was. Frankrijk was natuurlijk in allerlei opzichten een rommeltje. Fijn motief verdienmodel voor de adel en de geestelijkheid, maar het was een rommeltje. En het post-Napoleontische Frankrijk is geen rommeltje. In die zin is Napoleon er nog steeds. Ja. Denk aan de Côte Napoleon. Ja. Dat zijn allemaal zegenrijk. Denk aan de emancipatie van deze en gene zaken. Wat houdt die code in? De Côte Napoleon, dat die daar is in allerlei opzichten, is ons wetboek. Zowel het burgerlijk wetboek als het wetboek van strafrecht daarop gebaseerd. En jij zei ook net van de Franse Revolutie is eigenlijk het begin geweest voor de moderne politiek. Waar blijkt dat dan uit? Nou, bijvoorbeeld links-rechts. Conservatieven zaten rechts van de voorzitter. En progressieven zaten links van de voorzitter. Dus ja, nou, we maken het uit. Dat is in de Franse Revolutie zo bedacht? Ja, zo is dat daar begonnen. Maar wat de kern natuurlijk van de zaak is, is dat niet een vorst van God gegeven het recht heeft om ons te besturen. Maar dat we daar geen bal meer van geloven, maar dat we in feite vinden dat we onszelf moeten besturen. Dat de natie, niet waar, dat is de soevereine instantie. En die natie is soeverein doordat die democratisch, dat de vorm van die natie democratisch tot stand is gekomen. Ja. Wie is er soeverein in Nederland? Dat is de volksvertegenwoordiging. Hmm. Ook niet onze regering. Of als de regering, als de volksvertegenwoordiging zegt, we hebben er schoon genoeg van, dan sturen we ze naar huis. Ja, maar dit was dus de eerste keer dat de regering dan. Dit was de eerste keer dat er zo'n grote opstand in Europa zichtbaar was, op deze schaal. Nou, daar is een eerder natuurlijk een vorst tot hoofd, namelijk Karel III in Engeland. En in Engeland heeft dat geleid tot een omvangrijke, langdurige burgeroorlog, waarin Cromwell in feite ook een soort van napoleontische functie had. Maar dat is met die Engelse zaak is dat anders afgelopen dan met de Franse Revolutie heeft veel meer invloed gehad dan, ja, ik weet niet of je die gebeurtenissen in Engeland, die burgeroorlog gebeurtenissen als een revolutie moet zien. Sommige mensen geloof ik zien dat ook als een revolutie. Kijk, zodra je natuurlijk je koning onthoofd, waarvan iedereen tot die tijd beweerde dat ze een van God gegeven recht hadden om ons te, dat hun rechten niet waar het gevolg waren van het feit dat het volk daarvoor gestemd had, maar omdat onze lieve Heer het zo wou. Ja, als je daar natuurlijk eenmaal mee stopt met dat idee, dan ben je op weg naar de democratie. Dat die weg naar de democratie merkwaardigwijs altijd er eerst toe leidt dat in feite de democratie, dat het nog veel minder democratisch wordt dan het eigenlijk was, dat is wel een opmerkelijke zaak natuurlijk. Het is een hele belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis waar we nog iedere dag eigenlijk mee geconfronteerd worden. Ja, de Franse Revolutie is er altijd. Hè? Ook misschien wel het idee dat we altijd denken dat we weer overnieuw kunnen beginnen. Dat ook een beetje een idee is. Denk aan al die hervormingen van die jaren en de namen van de maanden en zo. Dat is allemaal al na een jaar of zes is dat allemaal afgeschaft. Hmm. En wat zijn nog andere dingetjes waar we dus in politiek opzicht zijn? Nog andere punten waar we de Franse Revolutie dagelijks in tegenkomen? Dagelijks? Nou, ik denk vooral, neem Nederland, dat wij een modern land zijn met moderne belastingheffing gebaseerd op democratische beginselen. Dat hebben we voor een deel te danken aan de Franse bezetting. Ja. Geen idee hoe Nederland eruit zou zijn. Waarschijnlijk was het anders ook wel gebeurd. Maar we zijn door de Fransen wel in de tijd met de neus op de feiten gedrukt. Want het kan anders en beter. Het kan beter georganiseerd worden. En bij ons leidt dat natuurlijk ook tot in feite een vergroting van, denk aan Willem I, wat een hele vervelende, dictator is misschien een te groot woord, maar toch wel een machthebber eerste klas was. De Republiek was een zootje ongeregeld in vergelijking met het koninkrijk onder Willem I. Mm.